wat is nou precies keulkwaliteit? Wat verstaan we daaronder? Nou, wij proberen dat als volgt samen te vatten. Het spreekt voor zich. Voldoende nutriënten. Maar het is ook een belangrijke dat de eiwit en de energie toch echt wel in balans zijn in die keul. En ook de afbraaksnelheid daarvan. En dat die optimaal geconserveerd is. Kijk je, als het om gras gaat en grasmanagen, dan tasten we nog heel vaak in het duister. En is het zo af en toe toch nog wel een beetje een lucky shot van wat we aan het doen zijn. Door allerlei redenen, maar vooral ook wat mij betreft door de redenen dat we aan gras tot nog toe heel weinig konden meten. En dat we dat nog slecht kunnen combineren in onze informatie. We hebben wel de kuilanalyses, we hebben inderdaad wel heel veel van onze praktijkervaring en bodemanalyses. We weten uit ervaring wel wat er gebeurt, maar het is bijna altijd achteraf. De ontwikkelingen op klavers of eiwit, dat gaat door, dat is het verhaal. Ik ben van mening ook persoonlijk en verplant dat wij zeker, en dat bedoel ik mee met die boodschap van de raslijst, dat je met goede genetica daar ook meer eiwit uit kan halen. Wij zijn ook aan het onderzoeken om dat te gaan meten, om te laten zien op die raslijst wellicht hoe die eiwitgehalten zich binnen de rassen. Want dat is heel lastig, want dat zit heel dicht bij elkaar. Binnen soorten zit daar effect in. We hebben als melkveehouderij qua stikstof toch wat laten vieren, zeg maar. We zijn wat meer stikstof gaan gebruiken, wat meer eiwit gaan gebruiken. Dat zien we ook terug in de totale stikstofproductie. En we hebben nou eenmaal een plafond afgesproken in de derogatie. En daar moeten we onder blijven, anders gaan we die nog weer kwijtraken. Dat zal niet passen in de Nederlandse filosofie. Maar Europa kijkt ook gewoon mee en daar zijn gemaakte afspraken. Dus ja, het is van belang om zuinig te zijn met de stikstof vanuit ook de derogatie. En ik heb al genoemd vanuit de portemonnee. Dus als je weet dat er veel eiwit is in weidegras, dan moet je ook echt met je voeradviseur in overleg van jongens, hoe kunnen we zorgen dat het ruw eiwitgehalte in het rantsoen niet te hoog wordt. Dus misschien wel een krachtvoersoort kun je ze met laag ruw eiwit. Die gesprekken voeren wij dus ook met onze voeradviseur daarover. De focus ligt bij ons op stikstofefficiëntie, hij weet dat ook. Als je zelf je doelen stelt in het voorjaar en je partners rondom je bedrijf daarin meeneemt, dan denk ik dat je ook dicht bij die doelen uit kunt komen. Waarschijnlijk heeft u dit allemaal op school gehad, hè? Je hebt nitraat, ammonium, ureum. Misschien wat weggezakt, maar wel belangrijk om te weten dat in die meststoffen die u gebruikt, dat daar verschillende typen stikstof in zitten. En dat kan soms verklaren waarom dat het soms net niet uitpakt zoals u graag zou willen. Als ik nu ga kijken hoeveel A-brok er nog de deur uit gaat, dat is eigenlijk voorbij. Het is allemaal maatwerk. We zijn constant aan het optimaliseren geweest om dat te gaan verbeteren. Om steeds meer rendement bij die koe vandaan te halen. Maar je voert die koe niet, je voert die bacteriën in die koe. En ik denk dat er een hele nieuwe fase aan staat te komen. En dat is deze fase dat we met ons eigen ruwvoer, dat we daar nog veel meer de focus op moeten hebben. En dan kunnen we nog veel meer presteren met dat ruwvoer dan we nu doen. 7,5% minder droge stofbewaarverliezen met foliebinding ten opzichte van netbinding door een betere conservering. 80% minder droge stofbeschadigingsverliezen met foliegebonden balen bij schimmelvorming ten opzichte van netgebonden balen. Maar er was toch één bedrijf die er unaniem volgens de jury bovenuit sprong. Dit is het bedrijf waarbij van begin tot eind, van theorie tot praktijk, het hele verhaal compleet was. Een bedrijf die in omvang niet opvalt, maar juist in het management zeer vooruitstrevend is. De winnaar is Bert Vergeer. De verschillen zijn heel klein, maar toch besloten om Richard de Bie op nummer 2 te zetten en Jeroen Blijenburg op nummer 3. Ook jullie gefeliciteerd. Gefeliciteerd.